Vandaag ben ik met Lotte van Inge. En vandaag gaan we samen de telefoontag opnemen. We hebben hier een bak met allemaal blaadjes erin. En op die blaadjes staan allemaal hele random woorden. En dan gaan we mensen bellen. En dan moet je onze beurt een woord uitpakken. En dan moet je dat woord zeggen. En dan zeg maar zo door. En ja, dat is het eigenlijk. Oké, Lotte gaat beginnen. Je moet even een woord. Wacht, eerst een woord. Nee, jij moet ze pakken. Ja, maar je moet als eerste... Ik ben er aan het bellen. Oké, het eerste woord... B. Hallo? Hey B. Ik verkoop een knuffelbeer. En ze komen zeg maar... Ik heb ze ingekocht bij de Primark. En ik probeer het helemaal te schrokken. Sorry? Wat zegt u? Met wie spreek ik? Met Bingo! En spontaan orgasme of zo. Hallo? Hallo, met Schoksa. Hoi, je spreekt met Petra. Wacht nou even. Ja, je spreekt met... Petra. Ja, ik verkoop tampons. Heeft u ook geen interesse in noedelsoep? Nee, eigenlijk niet. En ook niet in make-up? Wacht nou even. Wat doe jij nou? Wacht nou even. Mat, oh. Nummer 4. Ja, maar je geeft mij ook gelijk een tampon. Wat moet ik daar nou mee? Ik had toch ook niet zien wat toen ik was. Toen was het meteen ongeloofwaardig. Hallo. Hallo. Met wie spreek ik? Kees. Hoi Kees. Heeft u interesse in hersenen? In wat? In lachen. Knophouwer. In wat? In foundation crème. Dat is goed voor als je bijvoorbeeld wat onzuiverheden op je hoofd hebt. Zwervers kunnen het niet gebruiken, want, Mat! En... Hallo? Kees? Ja? nee, we zijn eigenlijk van Akko Kebab. Van een kebab? Ja, wil je wat bestellen of niet? Er is namelijk, er is echt niet, we hebben een sale. Komt u soms bij... Ik heb niet zo'n honger. Jij wel? Ja, een beetje ja, maar... heeft u een vriendin? Kees? Wat een rare vraag. Heeft u een vriendin? Dat is gewoon... Ja, ik heb een vraag, want... Onder meisjes worden soms BH-bandjes omgeruild en al die dingen. Ik ben op zoek naar een oranje BH-bandje, want ja, ik had dat zeg maar niet bij Koningsdag. En ja, ik zag dat Nicki Minaj dat wel had. En Nicki Minaj is een vrouw en ze zegt altijd, ik hou van je. En ik heb dus net nieuwe sportschoenen. Ja, en pukkelcreme, dat is een beetje hetzelfde als foundation, wat ik net had. Maar pukkelcreme is om de pukkels weg te halen en foundation is om de weg te werken, zeg maar. Begrijpt u het nog? Ja? En trouwens, u heeft wel veel swag. Dat heb ik wel nodig, denk ik. Ja, bent u ook een rijke tata? Zeker wel. Hoeveel geld heeft u nu op zak? Op zak? Ik heb helemaal niks op zak. Hoe oud bent u? Hoe oud ik ben? Ja. Oh,
vragen stel jij? Ja, mag ik dat niet weten dan? Nee. Mag ik dan een gokje wagen? Voor mij mag je een gokje wagen. Dan heb ik eerst wel een vraag. Speelt u nog Mario of niet? Mario. Om een pizza. Ja. Pizza bakker. Ja. Ja, die zit hier onder de hoek. Die verkoopt pizza's. Sorry, ik heb longontsteking. Dat is niet zo best. Dan zou ik maar naar de dokter gaan als ik jou was. Ja, want die geeft me altijd van die warme knuffels en ik hou van warme knuffels. De dokter geeft jou knuffels? Ja, soms heb ik heel erg namelijk rugpijn. En dan, dan is dat heel sexy. Volgens mij probeer je mij in de maling te nemen, of niet? Nou, ik ben echt geen believer hoor. Nee, ik ben Justin Bieber ook niet. U bent wel een gangster trouwens. Even, dit is geen woord. Gangster, ja. Nou kijk, ik heb dus, eigenlijk wilde ik wat vertellen, want ik ben zeg maar alleen in, ik was heel erg verdrietig, want ik heb liefdesverdriet. Oh. En Katrien die stopt ermee, hè? Ja, dat weet ik. Ja, ik vind het echt niet leuk. Maar ze gaan niet door. Wat zegt u? Ze gaan overnieuw beginnen. Ja, maar niet hun. En ik had allemaal boekenleggers van hun en Nou, sorry, de woorden zijn... Oh, bent u misschien DJ? Heel toevallig niet. Heel toevallig niet. Bent u nog maagd? Nou, dat soort vragen ga je niet stellen, toch? Nou, ik vind u dat u wel zwek heeft, dus ik dacht... de woorden zijn op jou. Weet je hoeveel ik er heb? Ik moest nieuwe woorden maken. 4, 5, wacht, hij is op volger. Ja, 7, 8, 9. Je begon ook echt, wilt u hersenen kopen? 23. Even serieus, als die man. Dus ik heb tegengekomen. Als je dit kijkt, je bent echt cool. Kijkt hij waarschijnlijk niet, maar. Ja. Nou. Oké, nu ben ik en het woord is afspreken. Zo. Oh, volgens mij zit een dokter. Oh nee, laat maar, grapje. Hallo. Hey, we zouden toch gaan afspreken, hè? Wat zeg je? Hallo. Hey, we zouden toch gaan afspreken, hè? Gingen wij afspreken? Ja, we gingen toch afspreken? Bij die sloot met allemaal kikkerdril. Verder ben je wel goed. Wat zeg je? Ben je best wel goed verder? Ja? Ik had je gisteren ook nog gebeld. Hij zei haloes. Haloes? Gaat het verder wel goed? Oh my gosh. Iedereen die hangt op bij mij. Ik ben hier echt slecht in. Ja, maar ik had een hele gangster case of zo. Gangster case. Oké, ga maar. Kies even. Oh, maar dan begin je dit keer wel moeilijk. Potter. Oh, ik ga Kevin bellen. Hallo. Ik ben van een winkel en dat verkoopt stringen. En dat is speciaal voor meisjes en vrouwen die jeuk hebben aan hun keukenrol. Jij heeft uw interesse of niet? Ja, gaat ze ophangen. Ja, vind je het gek? What the fuck? Die jeuk hebben aan hun keukenrol. Ja, met Adrie Teveling. Hey, met Patricia. Kan je me helpen? Ja, ik moest gisteren echt heel erg huilen en ik ben echt heel verdrietig. Hallo? Ja. Ja, ik was heel erg verdrietig. Want ja, ik zou met mijn vriendje pizza gaan eten. En heb ik leren kennen op Lexa.nl. Nou, blijkbaar was die echt niet... Echt, zeg maar, was gewoon fake. Want hij kwam dus echt niet opdagen. Ja, spreek met Patricia van beneden, van 19 na. Van 19, Driestraat 19. Ja. Ben je thuis dan?
Nee, ik ben op het station. Ben ik in een winkel wat aan het eten. Maar ja, we hadden ook, we zouden samen naar een behangwinkel gaan. Maar ja, hij zei ook altijd van die rare dingen dat hij van die zweetsokken had. En dat vond ik altijd heel raar. En toen wou hij ook meedoen aan het programma Boer zoekt vrouw. En dat vond ik helemaal niet leuk, want ik was echt jaloers. En hij zei altijd lekker ding tegen me. En hij was dus nog single. En we zouden ook een keer samen erwtensoep gaan maken. Maar ja, ik wou hem dus deo geven vanwege die zweetsokken, maar... Schreeuwen. 3, 2, 1. Ja, word ik in de maling genomen of niet? Bingo! Nee, ik ben Patricia van beneden. Ik ben Patricia van beneden. Nee, maar ik voel me echt rot, want ja, ik hield heel erg van Frozen en dat wist hij. En dat zouden we samen gaan kijken in mijn BH. Ben je er nog? Ja. Ja, ik vind het echt vervelend. En, ik baal echt heel erg. Want ja, soeplepel. Hallo? En toen op een dag, toen zei hij, ik hou van panda's. En ik dacht van, maar jij houdt toch van mij? Nu heb ik... Nu heb ik voetpijn. Ja, ze zei niks. Weet je hoe bang ik werd? Zeg, dan is het allemaal aan het opnemen. Gaat ze straks nog naar Patricia van beneden? 12, 13, 14, 15, 16. Hell yeah. Nou, het wordt nu echt heel erg donker. We hebben dus even het licht aangedaan. Dus we vonden het wel heel erg leuk om te doen. Dus we gaan waarschijnlijk echt nog wel een keer een deel 2 nemen. Ja. Want het is echt heel leuk. En ja, we hopen dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als jullie dus ook een deel 2 willen zien. En ja, vergeet niet te abonneren. En abonneer op Novelle, want ze maakt hele leuke video's. En, ja. En abonneer op Lotte. Doei! Doeg!